Vandaag zijn we te gast bij Blaaskapel het Ventielke uit Hezen. Elke donderdagavond schaven zij hun repertoire bij in gemeenschapshuis het Perron. Dat het repeteren niet altijd vlekkeloos verloopt, blijkt wanneer kapelleider Kim moet ingrijpen. Wij vroegen de voorzitter om een nadere definitie van het woord ventielke. Ja, dit is natuurlijk uit de oude tijd gekomen en is eigenlijk een samenstelling tussen inventief, dingen organiseren, en ventielke. En die samenvatting is inventielke geworden. Wat is inventielke? Inventielke is een basketbal van die vroeger ontstaan is uit vrienden. En nu nog steeds gezellig muziek maken en iedere avond, iedere donderdag eigenlijk hier repeteren. En daar waar mogelijk plezier komen maken en mensen entertainen. En hoe entertain je mensen? Door leuk muziek te maken, te bewegen, zorgen dat de mensen op de muziek mee willen gaan dinen. En dat ze in ieder geval niet stil gaan staan. En wij ook niet. Er moet gewoon een beetje schwung in zitten, zeg maar. Maar dat betekent dat je daar echt op repeteert of oefent? Nee, we repeteren echt op dat de muziek goed gaat. En de rest gaat eigenlijk vanzelf. Op het moment dat we staan op te treden, dan komt vanzelf los bij ons en ook bij het publiek. Buiten dat ik voorzitter van de vereniging ben, ben ik ook trompetist. Dus ik ben een van de muzikanten in de club. En als voorzitter, wat moet je dan doen? Ja, in ieder geval de vergaderingen leiden en zorgen dat we proberen de club bijeen te houden. En op het moment dat er problemen zijn, die proberen op te lossen. En in ieder geval te zorgen dat we een fijne club houden en goed bij elkaar blijven. Ja, waar treden jullie op? We treden op allerlei locaties op. Met de carnaval doen we met de artiestenavonden hier in Hezen. Maar we gaan ook met de recepties mee met de prins. Maar ook de wijnfeesten is een groot succes altijd in Duitsland aan de Moezel. Dit is al voor de 10e keer in Poendrich. Maar ook op allerlei feesten, partijen, braderieën kun je ons overal tegenkomen. En waar mensen ons willen hebben. Ik heb begrepen dat jullie ook nog leden zoeken. Kan je een klein oproepje doen voor leden om die te werven? Ja, we zoeken zeker leden. Want we waren een hele grote groep. En langzaam maar zeker zijn de studenten wat weg. De ouderen voelen je af. Maar voel je geroepen als je een instrument speelt. En met name zwaarwerk, trombone, tuba, bas, tenorsax. En een snaarspeler, die zoeken we echt. Maar ook als je door andere instrumenten speelt en je hebt er ervaring mee en een instrument, kom deze kant op, kom naar het Perron in Hezen. Iedere donderdagavond repeteren we daar van 8:30 tot 10:30. Of stuur even een berichtje naar info@inventielke.nl en dan reageren we en komen we ook in contact. En dat kan iedereen dat doen of moet je al een beetje bekwame muzikant zijn? Je moet wel een beetje bekwame muzikant zijn. Want we spelen, ik zeg niet al te moeilijke muziek, maar wel muziek waar je snel mee moet kunnen. We hebben ongeveer 50 nummers nu. En het is wel de bedoeling dat we ook die snel weer mee kunnen spelen. En we wisselen regelmatig. Dus je moet wel wat ervaring in muziek hebben inderdaad. Dit is een heel bijzonder instrument. Dat zie je ook niet zo vaak. Dit is een bassaxofoon. Ik speel, normaal gesproken speel ik een baritonsaxofoon bij Blaaskapel Inventielke in Hezen. En bij sommige gelegenheden, als wij geen bas hebben, dan verruil ik de baritonsaxofoon voor de bassaxofoon. Die is een maatje groter en dan heb je een echte bas. En hoe lang ben jij er zelf al bij? Ik zit er nog niet zo heel lang bij eigenlijk. Ik zit pas sinds 2 jaar zit ik bij de Blaaskapel. Ik heb in het verleden wel eens ooit een keertje meegespeeld, maar echt lid sinds 2 jaar. En hoe bevalt het? Ja, hartstikke leuk. Het leuke eraan vind ik dat het echt om de gezelligheid te doen is. Ik heb allerlei verschillende muziekgezelschappen gedaan. En ook andere muziek dan blaaskapelmuziek. Maar het leuke aan blaaskapelmuziek is echt het samenhorige. Het samen spelen, de gezelligheid die voorop staat. Geen romslomp, hè. Je pakt je instrument op en je begint eigenlijk meteen met spelen. Dus er is eigenlijk weinig techniek omheen, het is allemaal heel spontaan eigenlijk.
als je bijvoorbeeld op een bus reist naar een optreden, dat bijvoorbeeld spontaan in één keer onverwacht muziek ingezet wordt en voordat je het weet, zonder dat het gepland is, in één keer iedereen muziek aan het maken is bijvoorbeeld. En je echt plant van, ja, we sluiten de instrumenten aan, steken een stopcontact en we gaan spelen. Dat vind ik de charme van de blaaskapel. De onversterkte instrumenten die je eigenlijk gewoon pakt en eigenlijk meteen gaat spelen. Jeanette, ja. Jij bent vanavond bij de repetitieavond, hè, van ja. Infantielke. Klopt. Hoe beleef je zo'n repetitieavond? Oh, dat is altijd heel erg gezellig. Kim die staat dan vooraan, dat is onze muzikale leider. Leidster moet je dan eigenlijk zeggen. En die bepaalt van tevoren welke liedjes we gaan repeteren. En dat proberen we ook aan te houden. Soms wijken er iets van af. Maar meestal lukt dat wel en gaat eigenlijk heel erg goed. Heel gezellig. En wat voor muziek maken jullie? Heel erg vrolijke muziek. Carnavalsachtige muziek. Jazzy muziek. Daar zijn we eigenlijk heel erg goed in, moet ik erbij zeggen. Daar zijn we altijd heel sterk in. In de jazzmuziek? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, en wil je daar onze bezetting is nou eigenlijk iets te klein, waardoor we dat niet meer zo goed kunnen op dit moment. Maar daar hebben we echt een aantal heel leuke jazzy nummers altijd gespeeld. Ja, dat is altijd fantastisch. Dan gaan wij echt helemaal uit ons dak. Dat is echt geweldig. Ja, heel leuk. Maar vooral heel vrolijke, feestelijke muziek eigenlijk. De leukste ervaringen bij Infantielke? Nou, dat is by far onze reis naar Maleisië. Wij zijn in 2008, nou iets eerder, maar in 2008 zijn we naar Maleisië gegaan. Dus we zijn iets eerder uitgenodigd. En dat was gewoon zo'n fantastische reis. We gingen naar een jazzfestival, daar hebben we voor uitgenodigd. Daar hebben we een paar dagen wat gespeeld. En we hebben echt heel veel artiesten gezien en echt ontzettend genoten van elkaar, van het prachtige weer. En daarna mochten we nog een paar dagen gaan rondreizen in Maleisië. Ja, dat was echt een geweldige ervaring. Echt waar. Super. Zou ik zo weer doen? Heerlijk. En dat al het oefenen vruchten afwerpt, blijkt wanneer het Ventielke voor ons nog een finale speelt.